Hugo, vandaag tegen Twente gespeeld. 2-0 bij rust. Denk je, nou, het is kat in het bakkie, of niet? Ja, eigenlijk wel. Mm. We gaan 2-0 voor en 2 goede goals. Eerste van Evan Rottier en de tweede van Jay Huis. Assist van Evan. Dat is mooi voor hem. Eerste wedstrijd weer gespeeld na zijn blessure. Maar dacht, dit gaat wel makkelijk lopen. Maar toen gingen we achterin. Bleven een beetje gestrest spelen en wilden we heel graag via het middenveld, terwijl we eigenlijk gewoon een voorsprong moesten bouwen. En toen ging het op een gegeven moment mis. Toen kwam er een 2-1 in de laatste 10 minuten en toen werd het nog spannend. Ja, en toen kwam jouw moment, 5 minuten voor tijd. Ja. Want het was een penalty voor Twente. Ja. En... ja, ik veroorzaakte hem zelf. Oké, maar dat maakt niet uit, want je moest een goal voorkomen, nou, dat lukte. En toen? Vertel maar hoe de pingel ging. De vorige wedstrijd tegen Twente, toen schoot hij hem ook in mijn linkerhoek. En dat had ik onthouden. Dus ik ging weer voor mijn linkerhoek en daar schoot hij hem nu weer. En ik had hem. Toen liep er nog een speler op me door. Maar geen goal. Nee. En dan als je dan 2-1 wint, dan ben je eigenlijk de matchwinnaar, toch? Eigenlijk wel. En hoe voelt dat? Ja, goed. Ja, goed. Beetje als de spits die de winnende goal heeft gemaakt. Maar dan andersom. Ja. Belangrijke overwinning tegen Twente. Hè? Mm-hmm. Gaan nu over hun heen op de ranglijst. Hè? Ze gaan een beetje uit de gevarenzone. En AFC heeft verloren, dus daar gaan we ook overheen. Ja, dus we maken stappen. Dus we gaan goed de winterstop in. Yes. Wat zijn de verwachtingen voor na de winterstop, Hugo? Ik hoop nog meer wedstrijden winnen, want we hebben nu een stijgende lijn te pakken. En als we zo blijven spelen, moet het ook zeker mogelijk zijn. Dus daar gaan we hard voor werken. Dus de stijgende lijn is ingezet en de winterstop is een slechte onderbreking. En na 9 januari gaat de onder-15 er weer vol voor. Dat komt helemaal goed. Oké, succes. Dankjewel. Yes. Sam, vandaag tegen Twente. Belangrijke wedstrijd. 2-1 gewonnen. Klopt. Hoe ging de eerste helft? De eerste helft ging goed. We speelden rustig rond. En we vonden snel de aanval. En waardoor we ook uiteindelijk 2-0 voorkwamen. En we dachten goed de rust in te gaan totdat de tweede helft begon. Ja, 2 mooie goals gemaakt. Kan je ze beschrijven? De eerste goal was een mooie bal van Jesse Spaans. Diep op Evan. En hij schoot hem rustig binnen. En de tweede goal hield Evan Rottier het overzicht op Jay Huis en hij scoorde rustig. Ja, dan ga je met 2-0 de rust in. Wat heeft de trainer in de rust gezegd? Nou, dat we achterin wat meer rust moesten houden, minder snel naar voren. Omdat we iets te gaaf speelden. En voor de rest gewoon blijven voetballen en je kans afmaken en dan rustig uitspelen. En heb je dat goed uitgevoerd in het tweede hoofd? Voor een deel wel, totdat 10 minuten voor tijd de 2-1 werd gescoord. Ja. En toen gingen we achterin rondspelen wat we niet hadden moeten doen, waardoor er druk kwam. En uiteindelijk ook een penalty die er goed werd gehouden door Hugo Wendges. En uiteindelijk win je die wedstrijd met 2-1. Ja, belangrijke overwinning, hè? Door deze 3 punten gaan we over Twente heen. Klopt. Over AFC heen verbeterde Hugo zelfs net nog. Klopt. Dus de stijgende lijn is ingezet. Wat is de doelstelling voor de onder 15 dit jaar? Nou, ik denk dat we eerst moeten zorgen dat we uit de gevarenzone blijven. En proberen een paar wedstrijdjes te winnen voor ons zelfvertrouwen. En daarna richting de middenmoot te werken, want het zit allemaal best kort op elkaar. Nummers 14 tot nummer 9, ongeveer nummer 8, zitten allemaal tussen 5 puntjes van elkaar, zit allemaal wel dicht op elkaar. Dus het streven is nog een paar stapjes te stijgen ja. En dan gewoon een stabiel, rustig seizoen te spelen? Ja, eigenlijk wel. Voor het zelfvertrouwen. Oké, nou. Je hebt nu 2 weken vakantie, 2,5 week. Ga je nog wat leuks doen? Nee, ik ga niet weg. Ik ga gewoon thuis een beetje een paar weg met vrienden afspreken en voor de rest niks. Beetje chillen, beetje uitrusten en weer helemaal scherp 9 januari op de training. Tuurlijk. Oké, nou geniet ervan en een goede vakantie.